Dit is landgoed Zingraven. Het bestaat al 600 jaar en de Dinkel stroomt er eigenlijk dwars doorheen. En het mooie is dat ze al eeuwen gebruik weten te maken van die kracht van die Dinkel. Hoe gebruiken jullie nou die kracht van water? Nou, je ziet het hier, de beide raderen van de molen die hier draaien. Die molens die staan hier al sinds 1448 en we zijn eigenlijk al 600 jaar met duurzaamheid bezig. Ja. Want nou ja, je ziet de molens, het water, de landbouw, de bosbouw, alles is in het kader van de lange termijn in de toekomst. Over nagedacht toen al dus? Toen eigenlijk al en altijd weer met de gedachte van doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Het waren drie molens in één. We hebben hier een houtzaagmolen, een korenmolen en een voormalige oliemolen. De oliemolen is niet meer in bedrijf, maar deze twee nog wel. Hoe wordt die waterkracht gebruikt? Het water wordt hier opgestuurd. Er zit een enorm verval hier. Dat is een natuurlijk verval wat zo gebruikt is. En de molenaars die trekken die schutten omhoog op het moment dat ze de molen in bedrijf willen stellen. Het water komt er onderdoor en dan komen die raderen in beweging. En hoe zet je die kracht van die water om in energie? Nou, dat gaan we binnen bekijken. Dan zie je het hele binnenwerk, hoe alles in werking wordt gezet. Ja. We zijn nu binnen in de korenmolen. En je ziet wat hier gebeurt als je buiten de radar in werking zet. Dan begint hier het binnenwerk te draaien. Ja. Het zijn een hele tandwielconstructie. En hier liggen twee molenstenen in. De bovenste zie je draaien. En de onderste ligt stil. En het graan wordt eigenlijk vanuit deze bak tussen die twee stenen geleid. En er wordt er meel van gemalen. We staan hier nu onderin de korenmolen. En je ziet hier de vierkante as die we aan de buitenkant ook zagen, die aan het molenrad zit. Ja. En die brengt hier dus het hele binnenwerk in beweging. En heel Denenkamp die eet hier boterhammen van? Nou, niet helemaal. We gebruiken de molen met name voor demonstratiedoeleinden. En het is goed om dit te laten draaien, daar blijft de molen beter van. Maar bij de houtzaagmolen, daar wordt echt productie gedraaid. De houtzagerij. Ja, dit kan niet missen. We staan hier in de houtzagerij. Hoop lawaai. En er wordt hier een Douglas van landgoed Zingraven. Dat is een boom die hier uit het bos is gehaald. Die wordt hier in planken gezaagd. We hebben hier heel veel rijksmonumenten die onderhouden moeten worden. Er is altijd hout voor nodig. En daar kunnen we dit hout voor gebruiken. Dit allemaal al dankzij het water eigenlijk. Maar nu heb ik begrepen dat jullie nog een verduurzaamheidsslag gaan maken. Ja, enkele jaren geleden zijn we met een energieleverancier in gesprek geraakt. Om samen te werken aan het aanbrengen van een waterkrachtturbine. In de stuw naast de watermolen, zodat we eigenlijk richting een soort duurzaamheid 2.0 kunnen gaan. Nou, de energieleverancier die samen met Zingraven een waterturbine plaatst. Precies. Hoe zit het dan? Ik zie daar een bult kracht. Hier gaat geweldig veel water doorheen. Ongeveer 7 kub per seconde aan waterkracht gaat hier doorheen. Nou, dat is allemaal energie. Dat gaat nu zomaar weg en daar doen we niks mee. En daar vinden we, moeten we een waterturbine gaan plaatsen en kunnen we voor 75 tot 100 huishoudens elektriciteit produceren. Hoe werkt het dan? Nou, het werkt als volgt. Dat water wat daar wegkomt, dat gaan we hier naartoe trekken en dan gaan we hier in een waterturbine stappen. Hieronder? Ja, hieronder. We maken hier een grote inlaat met grote pijpen van een meter doorsnee. Dat komt hier in een betonbak uit, daar ligt een turbine in. Die turbine produceert dan elektriciteit, water komt er daar weer uit. En om het nou heel mooi zichtbaar te maken voor iedereen, leggen we er een grote hardglazen plaat op. Dat iedereen kan zien hoe doen we het nu en hoe ging het vroeger. Hier onder de grond in die turbine wordt dan dus die stroom opgewekt. Ja. En waar blijft dat dan? Nou, die stroom die gaat via een dikke kabel het net op. En als het net op gaat, dan is het beschikbaar voor de huishoudens. Dus we kunnen ongeveer 7500 huishoudens voorzien van stroom. De hele aanleg van dit hele swikkie bij elkaar, 300.000 tot 350.000 euro. En weegt dat op tegen wat het straks teweeg brengt? Ja, zeker. Tuurlijk zullen we een beetje subsidie nodig hebben, maar dat is bij alle nieuwe projecten, bij alle nieuwe innovatie. Maar uiteindelijk gaat het opwegen tegen wat we investeren. Lokaal opgewekte energie die lokaal gebruikt gaat worden. Dicht bij de deur. Perfect toch?